Het Amerikaanse volk heeft gekozen. Donald Trump wordt de eerstvolgende president van de Verenigde Staten. Wat vinden de mensen in Landgraaf eigenlijk van Donald Trump? En zijn zij klaar voor hun eigen Donald Trump? Meneer Donald Trump is verkozen tot eerstvolgende president van de VS. Wat vindt u daarvan? Geweldig. Ja, waarom? Ja, gewoon eens een keer een rechtse bewindvoering. Ik hoop dat het de rest van de wereld ook zo volgt. Ik had eigenlijk gehoopt dat Hillary Clinton zou winnen, maar ik heb ook wel vertrouwen in Donald Trump dat hij misschien wel iets ervan kan gaan maken. Het is een onbeschaafde oplichter, dus ik verwacht een hele lange periode met schandalen rond het Trump-imperium. Weet ik niet echt, ik hou me daar niet zoveel mee bezig. Dus. Ja, de Amerikanen zijn er zelf niet zo blij mee. Heb je enig idee hoe dat kan? Ik denk gewoon dat het ook mis met de vorige verkiezingen. Dan dachten ze ook iedereen dat de wereld eronder zou gaan met dat Obama de tweede keer president was. Is ook niet gebeurd, dus ik denk dat ze zich een beetje aanstellen. Nee, ze hebben toch op hem gestemd? Als je nou de Nederlandse politiek moet vergelijken met de Amerikaanse, wie vind je dan dat onze Donald Trump is? Geert Wilders. Waarom? Nou, omdat hij best wel op elkaar lijken, vind ik. Vanwege het haar bedoel je? Dat ook. Ja, ik vind Geert Wilders vind ik er wel een beetje op lijken, maar ik vind hem toch nog wel iets extremer dan denk ik dan Donald Trump. Wilders. En waarom? Wilders heeft dezelfde manier van optreden, dezelfde manier om in te spelen op angsten van mensen, dezelfde manier om mensen in een hoek te zetten. En Wilders is ook een uiterst onbeschaafde man die één doel heeft via het opkoken van conflicten een machtspositie te vergaren. En ik verwacht, hij zal ongetwijfeld een fors aantal zetels binnenhalen. Maar als in een kabinet zie ik hem niet functioneren. Het is nou een tijd dat Wilders hier komt. Dus dat... En nou heb ik heel goed nieuws voor u, want ik ben van Landgraaf voor Landgravers en ik heb ook een eigen partij opgericht. En onze plannen zijn terug naar vroeger, AOW naar 60, weg met de Hollanders en love Landgraaf, haat dan niet Landgravers. Weet je dat? Met de Hollanders, wat bedoel je daarmee dan? Ja, we willen hier geen Hollanders meer, alleen maar voor Landgravenaar. Oké, nou dan gaan wij weg nu, Anna. Want hebben we nu niks te zoeken. Willen we... Okay. Gaan jullie niet op mij stemmen? Nou ja, ik kom uit Utrecht, dus dat... Maar je woont hier niet? Ik woon hier wel. Ja, dan ben je toch een landgraaf? Ja, maar ze staat toch weg met Hollanders? Ja, die willen we niet. Ja, wat ben ik dan? Een landgraaf. Een landgraaf, hè. Maar ik kom uit Holland, zoals jullie dat zeggen. Kunnen we rekenen op jouw stem? Misschien wel. Lieve schat, het is nog geen 1 april. Ik zou zeggen, bewaar deze campagne tot 1 april, dan haal je de krant. Jullie Limburgers vertrekken toch ook naar Utrecht? Er zijn toch ook gewoon Limburgers die we gewoon normaal opvangen? Maar u wilt wel dat Geert Wilders aan de wacht komt? Ja. Is dat dan niet een beetje ironisch? Waar komt Geert Wilders vandaan? Uit welke provincie komt hij? Nee, ben ik niet mee eens. Dus je houdt niet van Landgraaf? Jawel. Ja, nou heb je alleen punten, dus is toch al wat, hè? Ja, maar dat is niet. Ik stem niet op LVL. Ja, maar waar komen vluchtelingen vandaan? Ja, je hebt ergens heel anders. Uit het Midden-Oosten. Die moeten opzouten. Nederland is gewoon voor Nederland. Je woont neem ik aan een Landgraaf, hè? Want anders ga ik niet gesprek bij. Ja, ik woon in Landgraaf. Oké, Nederland is het goed. Dan mag ik. Okay. Ik stem op LVL. Maar goed, Nederland is voor Nederland. We buigen allemaal onder rood-wit-blauw. Ja? Dus niet alleen Limburg. We zijn allemaal voor elkaar, maar niet voor die buitenlanders. Als je terug naar vroeger wilt, dan moet je kijken hoe kon die jongen back to the future... Ja? Dan wens ik je heel veel succes. Ik zou zeggen, koop een auto, koop rode schoenen, ga terug naar de toekomst en zet het op beeld. We gaan ons best doen. Stemt u aan LVL, mevrouw? Nee, zeker. Dat is jammer. Maar wacht, de 1 april lijkt me leuk. Nou, hier in Landgraaf was toch niet iedereen enthousiast voor Landgraaf. Voor Landgraaf was, maar ik zal me hard blijven inzetten voor dit dorp. En Jaap, ja, die heb ik laten deporteren, want dat bleek een vieze Hollander te zijn. Tot de volgende keer.